De peuterschool De Papegaaitjes heeft vandaag een bezoek gebracht aan de minister van Volksgezondheid, de heer Antoine Elias. Collega Janine Wilfried was daarbij aanwezig en ze heeft de gelegenheid te baat genomen om verschillende onderwerpen met de bewindsman te bespreken. We brengen u naar het verslag van Janine Wilfried. We hebben een verzoek binnengehaald van hun of ik ze wilde ontvangen. Natuurlijk kon dat niet direct, maar ongeveer 3 weken geleden kwam het verzoek binnen. En ik heb gezegd, geen probleem, ik kan ze allemaal ontvangen. Ik vond het geweldig leuk, mooi gezongen. Kindertjes brengen altijd blijdschap en vreugde met zich mee. En zij zijn de toekomst, ze hebben ook mooi gezongen. Ik vond het geweldig dat ze allemaal in hun dokterspak kwamen. Als deze kindertjes straks de toekomst gaan vormen, eerlijke artsen worden, eerlijke specialisten worden, ik denk dat wij daarmee dan de gezondheidssector enorm gaan helpen. Natuurlijk moeten ze ook goed gaan verdienen als dokter, maar de patiënt moet echt nu in de eerste plaats gezien worden als ze naar een medicus gaan, als ze naar een arts gaan. Ik zeg niet dat het nu niet gebeurt, maar vaker leek het erop alsof men zegt van it's money first and then the patient. Internationaal, overal, als je je hart op de juiste plek hebt, it's the patient first and of course the money also has to come. Nu het heeft over het hebben over de kinderen. In Amerika, net hier, is de mazelenepidemie uitgebroken. Er zijn berichten verschenen op social media, op verschillende media fronten. En ik wil dus van u weten, wat gaan we nu doen om te voorkomen dat het hier verder uit zal breken? Zoals u weet hebben we via de RGD Polis alvast voor alle baby's preventie spuitjes. En Volksgezondheid zal het zeker in goede banen leiden mocht het op ons afkomen. We hebben ook tenminste binnenkort de begrotingen die zijn ingediend. En ik zou willen weten van u of de districten dit keer, of er ook aan hen is gedacht, de districten, dat ze ook van een adequate kwaliteit verzekerd kunnen zijn als het gaat om de gezondheidszorg. Want meerdere malen wordt er geklaagd vanuit de districten dat ze een beetje, dat er niet echt naar ze wordt gekeken. Maar kunnen we ze verzekeren dat er dit keer wel, dat we een beetje meer naar ze zullen kijken, dat we meer aandacht aan ze zullen besteden? Wel, als u hebt gevolgd sinds ik minister ben, moet u daar helemaal niet aan twijfelen. En ik denk niet alleen aan de districten, ook aan het verre binnenland. Trouwens, ik breng ook fysiek persoonlijk bezoeken aan het binnenland. Ik kom net van het Wayombo-gebied. We helpen ze, we checken samen met medische zending. Gaan we over 3-4 weken gaan we ook weer met bureau First Lady, want we doen veel met hun. Zij hebben vooral hun aandacht niet alleen aan kinderen, maar ook de minder, laat me niet zeggen minder bedeelde, maar voor de mensen die er in het verleden minder aandacht aan werd besteed. Sowieso een president als Bouterse die denkt aan heel Suriname. Wij voeren uit en wij zullen daar zeker aan denken. We gaan in het Atjoni-gebied op de rivier, gaan we dan de diverse plaatsen bezoeken. We hebben al afspraken met DCR. Dus de begroting zal ook een substantieel deel hebben die we gaan besteden aan het binnenland. Natuurlijk gaat er niet per se een post zijn. Er is een post voor, zeg maar, voor ambulances, maar dan gaan we ook denken aan ambulanceboten. Niet alleen aan ambulanceauto's, maar ook aan ambulanceboten. Dus op de post waar er ambulances opgebracht zijn, dan gaan we ook niet alleen ambulances, maar ook boten verschappen. Het is slechts een voorbeeld. Dus uit de grote pot
had er een substantieel deel naar het binnenland gaan. Dat is mooi geluid. En u was laatst in het Wayambo-gebied, u heeft het zelf gezegd. Hoe was het daar? Wat heeft u ervaren? Nou, je ziet dat de mensen echt heel blij zijn als regeringsfunctionarissen daar komen. U moet rekening houden, het is een gebied ver van de drukker bewoonde wereld, om dat te zeggen. En als je dan daar bent, dan voelen ze zich niet verlaten. Alleen maar je komst geeft hun een power. En als je dan ook nog helpt, dan zijn die mensen enorm blij. Het project, ik denk dat het ook goed is gefilmd door de media. Je moet die mensen ook niet meer gratis gaan geven. Je moet ze de tools geven dat ze verder kunnen. We hebben alvast samen met Bureau First Lady hebben we ze naaimachines geschonken. En dan kunnen ze verder gaan. En we verzekeren ze via gezondheid afzet. Met name lakens en slopen die ze gaan produceren. Maar in elk geval, om op onze core interview te komen vandaag. Ik was heel blij met de papegaaitjes. En dat ze ook leren van snoep is lekker. Daarna poetsen, maar gezond is een bakoeve of een ander fruit. En Suriname is zo rijk aan fruit. En ik heb ze ook gezegd, Surinaams fruit. Geen buitenlands fruit. Natuurlijk, wij kopen ook onze buitenlands fruit. Maar ik mag u zeggen, fruit van Suriname is het lekkerst en het gezondst. Dank u wel. De straat.